Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal My Life as Liz. Ik ga jullie meenemen in de wereld van een vechter. Oftewel, welkom in Fighter Life. Ben jij nieuwsgierig? Blijf kijken. Een hele goede morgen zonder zorgen. Zoals je ziet, zie ik er weer lekker fruitig uit. Het is een beetje hoe ik opsta. En waar ik mee begin is eigenlijk een ontbijtje met aardbeien, bosbessen, granola en, pure chocola. Hele slechte gewoonte, maar voor mezelf mag ik het één keer in de week. Een verse thee en de hele apotheker. Nee, het is eigenlijk magnesium, vitamine B12 en D3. Dus ik probeer een beetje zo rustig mijn dag op te starten eigenlijk elke dag. Tijd te nemen om te ontbijten. Dat is nogal een dingetje voor mij. En dan ga ik zo lekker trainen. Vaak ben ik de hele dag van huis. Dus is het belangrijk dat ik iets te eten meeneem. Want anders ga ik onderweg snaaien. Wie kent dat? Dat je dan honger hebt. Dat je dan bij het benzinestation 5 keer denkt. Kies ik gezond of kies ik ongezond? En dan wint het ongezond het altijd. Dus ik kan het beter bij hebben. Dus. Worteltjes. En een salade.
Ja. Rick, kom eens aan deze kant, man. Dan moet je hand vasthouden. Kom eens hier, Rick. Kom eens hier, kom eens hier. Niet zeggen, ja. Blijf zitten. Wow, maat. Niet tellen. 1, 2, 3. Daar komt hij. Hou vast. Oké, hou vast. Hij moet iets dieper, Dwen. Ja, ja. Ik zou hem naar beneden doen. Naar beneden, ja. Hij zit er wel in. Hij zit goed, nou. Ja, daar komt het. Jezus. Nou, lukt een beetje. Yes. Zo meer bloed dan dingen. Dit is het. Dus. Dus ding. Nu moet je even een beetje... Goedemorgen mensen, het is zaterdagochtend, dus voor de meeste weekend. Maar zoals een wijs man ooit zei, the champion never sleeps. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Echt een rot quote. Ik heb er ook helemaal niet meer zo zin in, maar het moet wel. Het is training 10 deze week, zaterdagochtend. Hardlopen, judoën, sportmasseur. Dus een hele drukke dag eigenlijk voor een weekenddag. Gelukkig vanavond wel even lekker met vriendinnen wat eten. Dus daar heb ik zin in. En ja, let's go. Hallo allemaal, welkom in mijn mooie keukentje. Leuk dat je kijkt naar koken met skinny bitches. Hoe maak ik een bleekselderij lekker? Vandaag even iets anders. We gaan protein pancakes maken met blueberry en banana, my favorite. So, ik ga jullie gewoon laten zien hoe het moet. Thank you.
Dames en heren, ik heb één gouden tip. Als je van chocola houdt. Chimène, mocht je kijken, thanks to you, buddy. Want jij hebt mij dit leren eten en this is my guilty pleasure, people. These are to die for. Dit is zo lekker, overal op een banaan, op een pannenkoek. Nou, dat het hier niet gaat om een of andere kookshow is wel duidelijk. Maar hey, it's not about how it looks, it's about how it tastes. Hij komt ze brengen, ja. Lekker hoor. Hoi. Zeker mee, goed. Dat is het. Dat is het. Rode Hoek, uitkomend bij Van Duel Sports. Hier is Mehdi Ben Merin.
start! We start! Vind je oplossing. Dus. Daar gaan we wat dingetjes aan. Zodra hij in de kooi, tegen de kooi komt op de grond, praat hij tegen je. Goed luisteren. Ook daar vind je oplossing. Dus. Ja? Emmermaakje, daar staat hij bekend als een echte wilde slang. Maar is ook goed in de staande acties binnen de kooi. Vechtend vanuit Lamont, hier is Tyron Achterhek Chiangaro. Vond jij deze video ook zo leuk en wil jij op de hoogte blijven? Abonneer je dan nu op mijn kanaal My Life as Liz. Wil je nog meer van mij weten? Volg me dan ook op Instagram @lizziegevers. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie graag de volgende keer.